In deze tijd van het jaar is de tuin op zijn mooist. En het is natuurlijk altijd leuk om eens in de tuin van een ander te gaan kijken. Of je nu van groene planten houdt, van bloemen en of je nu een grote of een kleine tuin hebt, het plezier van het tuinieren staat altijd voorop. We zitten heerlijk in de tuin vandaag. En heb je een prachtige tuin. Het duurt wel lang, denk ik, voor je zoiets klaar hebt, of niet? Nou, dat duurt zeker lang. Kijk, je komt hier wonen. En je bent gek op die tuin, dat die zo groot is. Want we kwamen uit Rotterdam. Voor een paar jaar hebben we daar gewoond. Een postzegeltuintje natuurlijk. En toen kwamen we in een hele grote tuin. Met hele hoge, superhoge coniferen. Rijen dik. En we vonden het prachtig. Hè? We kwamen 1 november hier wonen. Allemaal groen. Allemaal groen. Het was zo geweldig. En toen werd het winter en sneeuw erop. Maar ja, toen kwam de zomer. Voorjaar, zomer. Ik kreeg even haast geen zon. Nou ja, op een gegeven moment is mijn man een beetje voor een houthakkertje gaan spelen. Samen met de buren. Want die vonden dat ook vreselijk. Zo hoge bomen. Die waren erg blij dat ze allemaal weer wat licht kregen. Ja. Toen werd het de tuin voor de kinderen uiteraard. Zandbakken, al die dingen, schommels enzovoort enzovoort. En ik had echt nog niet zoveel met tuinieren. En op een gegeven moment, na jaren dat de kindertjes wat groot werden, zag ik ooit het blad Groeien Bloei liggen bij de tandarts. Ik kende het helemaal niet. Ik dacht, maar dat is leuk. Er staan ook voorbeelden in en er is van alles wat je mee kan doen. Dus ik werd lid van Groeien Bloei. Niet wetende dat daar ook weer een vereniging achter zat. Dus ik kreeg opeens een blaadje, afdeling Soest. Ja. Nou ja, en toen ben ik naar de ruilmarkten gegaan. En ja, je ging eens tuinen bezoeken. En ja, dan zie je van alles natuurlijk. Dat zie je echt van alles. En allemaal mooie dingen van, oh jee, wat mooi, wat is mijn tuin? Niks. Maar op een gegeven moment, jongens worden groter. En ik vond het toch wel leuk om eens wat te gaan doen met die tuin. Dus met verjaardagen, plantjes vragen, hè, dat soort dingen. Ik bedoel, je hoeft echt niet zoveel te investeren. Want je kan zaaien, je kan stekken, hè, je kan veel uitwisselen. En zo is het een beetje gekomen. Ik zou zeggen, we gaan even kijken, toch? Ja, zullen we dat even bekijken? Ik vind dit een heel bijzonder plantje. Wat is het? Dit is een leuke eenjarige klimmer. Dit is een Ipomoea. Minelobata exotic luif. Nou, dat zie je wel aan de vlam, hè, dat het een exotic luif is. Ja, hij is ontzettend leuk. Ja, het is een vreselijk leuk klimmetje. En je kan ook heel makkelijk hier zaad van winnen. Hè, op een gegeven moment worden die bloemetjes, als ze uitgebloeid zijn, en vooral in het najaar, dan ga ik ze van die pitjes krijgen. En dan ga ik ze in februari weer zaaien. Zodat ik ze elk jaar weer op een leuk plekje in de tuin heb. Dat is de lol een beetje ervan ook, hè? Van planten. Ja, dat is gewoon leuk, dit soort dingen. Hè? Dat je toch weer opnieuw kunt beginnen met de hele cyclus, zeg maar, van alles. Ja. Ben je ook een type die overal stekjes en zaadjes verzamelt? Of ja, niet? Je moest eens weten hoe mijn vensterbanken vol staan. En die staan boven en beneden allemaal vol. En heb ik ook tussen aanhalingstekens een dependance. En die leent de vensterbanken uit. En die staan dan ook het voorjaar helemaal vol. Ja, hoe lang ben je daar nou mee bezig per week? Nou, ik ben ongeveer gemiddeld zo'n 10 en soms 15 uur in de week. Elke dag zeg maar een stukje. En als het regent, dan haal ik het later weer. Maar dat is heel wisselend. Het voorjaar is het meest drukke periode natuurlijk. Dan moet je veel onkruid trekken en daarna valt het reuze mee. Ja. Ruimte genoeg in de tuin om alles kwijt te kunnen? Nou, ik zou de tuin van de buren wel bij willen hebben. Ja, ik vind dit toch zo'n leuke plant. Wat is dit? Dit is een rhodochiton. Dat is ook een klimmer. En het leuke ervan is, het is eigenlijk een eenjarige. Maar ik hou hem dus wel over. Bij een zachte winter blijft hij gewoon buiten.
is het, wat gaat er meer vriezen, dan gaat hij naar de bijkeuken. Maar het leuke van, echt van deze plant is dat hij zo bloeit, hè, met een kapje en zo'n dingetje dat onderaan hangt. Is hij uitgebloeid, dan heb je alleen dat kapje nog over, hè, zoals je hier ziet. Dus je houdt altijd kleur in deze plant. Ja, ik vind het een ontzettend mooie tuin. Je kijkt ook zo mooi doorheen, hè? Ja, er zijn zichtlijnen is erin gekomen. Echt, hij is smal, maar wel lang. Toen ik hier ging veranderen, toen ben ik ook eens begonnen van, ik vind geel wel mooi, wat ik vroeger verschrikkelijk vond. Oranje vond ik mooi, ik vond rood mooi, dus mijn laatste gedeelte is mijn zonnige tuin geworden. Ja. Ja, dat zijn rode planten. Dat is ook wel mooi, hè? Ja, dat ligt mooi op. En dit is wel heel leuk. Dit is de Crocosmia. Die heb je ook in oranje kleur. Maar dit is dan de rode. En die heet dan Lucifer. En dat is wel een hele mooie combinatie met deze plant. Hè, die ook per ongeluk is door gaan weven. Dat je per ongeluk toch ook een hele mooie combinatie hebt met de bergamotsplant. En dan krijg je hier dus deze plant, die komt eigenlijk uit Nieuw-Zeeland. Hè? En dan vloeit er toch die oranje-rode kleur weer daarheen. En dat heet dan combineren een beetje op kleur, hè? Plant op kleur. Ja, dus je gaat ook een beetje op kleur? Ik ga op kleur. Ik heb dus het eerste gedeelte in de tuin, dat is een witte tuin. Dat heb ik speciaal gedaan, omdat je dan s'avonds als je er zit, toch nog kleur ziet. Hè? Wit komt een beetje op je toe. Hè? Het geeft ruimte. Neem je blauw, zou ik voor je genomen. Dat komt, hè, dat gaat wijken. Dus dat heb ik speciaal echt om vandaag, dat wit vooraan. Ik heb dat middengedeelte, heb ik allemaal nog in de pasteltinten. En die zijn ook heel mooi. En het laatste gedeelte is dus mijn kleuren, mijn warme tuin geworden. Dan maak je dan tekening? Kijk je ergens? Nee, helemaal niet. Ik had nog een keer een boekje van de firma Abbing. Hè, de kwekerij uit Zeist. En die had een voorbeeldbord erin staan. En daar was eentje met zo'n halve cirkel. Ik denk, oh, dat is leuk. Ik dacht dat je alleen maar met rechte lijnen kon, hè. Dus dat was mijn eerste kromme lijn in deze tuin. Ja. Toen vond ik die andere kant, zo recht, dat klopte dus niet. Ook een halve ronde lijn. En zo is het langzamerhand gekomen. Toen moest ik nadenken wat ik ging doen. Want dat is misschien gewoon een praktische oplossing. Ik heb een cirkel in het eerste gedeelte daar. En mijn droogmolen moest erin. Dus ik kon niet veel knijpen. En toen ben ik in het midden van achter me in die tuin gaan knijpen. Maar op een gegeven moment kreeg ik steeds meer planten en belangstelling. Dus ik ben gaan knijpen. En toen ook een beetje hoogte gaan zoeken. Hè, door middel van die bogen. Ja. En toen ben ik zo doorgegaan met de vormgeving. Weer een rechtstuk en weer een cirkel waar wij nou zitten. Ja, wanneer is de tuin op de mooist? Nu? Of is dat geweest? Eigenlijk vond ik hem een weekje geleden, toen ik net terugkwam uit het kot, was het op zijn mooist. Nu zijn toevallig, omdat ik nou helemaal een liefhebber geworden ben van de sprankelende kleuren, zijn mijn salvia's een beetje op retour. Maar ja, ook in herfst vind ik mooi. Maar op zijn mooist, zeg maar, eind juni, begin juli vind ik toch de tuinen op zich mooist. Ben je wel eens klaar met de tuin? Nooit. Nooit. Dat is onmogelijk. Dat zal elke tuineigenaar zeggen dat je nooit klaar bent. Dan moet je er echt niet gaan verbeelden.